wel, ja, is er iets wat we kunnen vinden waarom die hamstring, zeg maar, zijn eigen klacht onderhaalt? Ja. Stand at attention. Wat wel heel interessant is, is uw vetpercentage. 7%. Dolf Jansen, vandaag in de Essex Flagship Store in Amsterdam. Dolf, als testobject. Ja, eindelijk. De wetenschappers hebben eindelijk door dat dit toch wel een heel, heel speciaal lichaam is. En dat er wordt nu dus weer wetenschappelijk vastgelegd. En nou, ik blijk nog te leven. Ik heb een hartslag. Ik ben een beetje licht. Spiermassa is aanwezig. En ik liep op de loopband nog heel even boven de 19 km per uur. En dat is op mijn leeftijd echt hard genoeg. Wat we gaan doen is, we zetten je straks na de eerste meting en zetten we je op de loopband. Ja. En de bedoeling is dat we een test gaan doen vanaf basis, dus een beetje warm-up, rustig in de stemming te komen, naar maximaal. Je kreeg aardig wat attributen om je lijf. Vandaag is deel 1 van de test. En over een paar weken bij de Dam tot Dam wordt deel 2. Vertel. Het idee is vanuit Essex, die in Amsterdam dus bij de flagship store, hebben ze ook een lab waarin je kan laten testen. Als atleet of als beginnend atleet of topatleet. Het idee is om te kijken wat er gebeurt als je een test doet gewoon in hun situatie. Dus hier op de band en alle apparatuur die ze hebben. Maar ook hoe het zou zijn als je een wedstrijd loopt of maximaal loopt met diezelfde apparatuur. En dat betekent dus dat als het allemaal lukt dat ik Dam tot Dam loop met een... Nou, wat in ieder geval zichtbaar is, een masker op, waar dus de volledige ademhaling via dat masker in en uit gaat. Dus zowel wat je binnenkrijgt als wat je uitademt wordt allemaal gemeten. Dat betekent dus ook dat ik twee soort van mobiele meetapparaten hier heb. Niet heel groot, maar toch wel iets. En ik denk een hartslagmeter. Dus dan loop je met iets meer bepakking. Met het idee om 16 kilometer lang te kunnen meten wat gebeurt er met een lichaam wat maximaal gaat. En krachtig aan. Alles eruit. En dit wordt wel een verhaal, want je bent dus volledig afgesloten, dus voor je adem. Je komt genoeg lucht binnen en naar buiten, maar je bent ook gewend om bijvoorbeeld soms een slok drinken te nemen. Of je spuugt wel eens, omdat je in inspanning bent of misschien is het warm, al die dingen. Dus dat wordt nog even zoeken. Ik weet eigenlijk al zeker dat ik gewoon in ieder geval 2 keer moet drinken, maar dat ding is volledig afgesloten. Dus dan moet je een moment dat masker afdoen om even te drinken en dan weer terug. Dat zou kunnen. En ja, hopen dat het niet extreem warm is of iets anders. Maar ik vind het ook leuk om gewoon maximaal te lopen en te kijken wat dat met het lichaam doet. En ik begrijp ook wel dat een topatleet gaat aan het begin, want die wil gewoon die wedstrijd lopen. En ik wil wel zo hard mogelijk lopen, maar binnen mijn grenzen. En ik ga ervan uit dat ik wel zeker, ja, ik weet het niet, misschien een minuut of 2 minuten langzamer loop door het gedoe. Maar dat maakt ook allemaal niet uit op mijn niveau. In die 35 jaar heb je heel veel wedstrijden gelopen, ook marathons. Wat is je beleving nu nog met lopen? Ik loop elke dag. Of ik train elke dag en ik loop bijna elke dag. En ik heb heel lang geen wedstrijden gelopen omdat ik gewoon aan toeren ben en heel veel onderweg ben. En dan niet ook nog op zondag, 's ochtends vroeg naar weet ik veel wat heen. Dat is gewoon te veel. Maar ik vind het wel leuk om eens wedstrijden te lopen. Ik wil zeker nog wel een keer een marathon lopen, maar dan moet ik eigenlijk een periode wat rustiger hebben. En dat zeg ik al jaren. Dus ik loop elke dag. Ik wil ook gewoon altijd blijven lopen. En ik train ook hard. Dus ik zou absoluut wedstrijdjes kunnen lopen. Alleen, ja, daar moet je ook de tijd voor vrijmaken. Dus ik blijf lopen. En misschien nu met Amsterdam denk ik, goh, is toch weer leuk. Kijk, zoiets als, ik zou zeggen, 7 heuvelen. Een van